De dierenbescherming heeft bij een Deventer hondenfokker 100 honden weggehaald. De leefomstandigheden van de dieren zijn schokkend, zo blijkt uit beelden van de ontruiming. De ontruiming vond vorige week donderdag plaats. Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en agenten van Dierenpolitie IJsseland besloten bij de grote controle de 100 honden in bewaring te nemen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een opgeroepen dierenarts constateerde bij de honden de darmparasiet Giardia, die erg schadelijk is. Een dierdeskundige stelde vast dat het sociale welzijn van alle aanwezige honden zeer slecht was. Volgens woordvoerder Dick Nachtegaal van de Dierenbescherming komt men circa 2 keer per jaar deze situaties tegen. De broodfokker was al enige tijd in beeld en leek noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Maar bij een inspectie van 22 februari jongsleden bleek de situatie voor de aanwezige dieren verslechterd te zijn. Hierop werd vorige week donderdag besloten om drastisch in te grijpen. De zaak is nu overgedragen aan het Openbaar Ministerie, zo laat Nachtegaal weten. De vrees bestaat dat de broodfokker gewoon verder gaat met het fokken van honden. Voor de raadkamer van de rechtbank Zwolle diende woensdagochtend een speciale procedure, waarin justitie vraagt om een einde te maken aan de handelspraktijken van de fokker, die bovendien een pensioen heeft. Het zogeheten functioneel pakket wil dat de man geen honden meer mag fokken en verkopen. De dierenbescherming zegt het toe te juichen dat justitie de fokker nu een halt wil toeroepen. De raadkamer doet op 15 maart uitspraak.